startschot klinkt voor de 35e editie van de Dam tot Damloop. Warme omstandigheden, ook al om dit tijdstip. En dat zal in de loop van de dag natuurlijk alleen maar zwaarder worden. Vrouwen vertrekken met een voorsprong van 6 minuten en 4 seconden op de mannen. Terwijl hier de mannen weg worden geschoten. Bij de vrouwen zijn de kaarten eigenlijk vrij snel geschud. Een kopgroep van 3 heeft zich gevormd. Wat wel duidelijk is, is dat er een flink tempo in zit bij de mannen. Inmiddels wordt Miranda Banstra, een van de topatleten bij de Nederlandse vrouwen, ingelopen. En zo 1 voor 1 komen die mannen dichterbij. Maar de afstand op die top 3 blijft groot. Want die gaan, zoals gezegd, hard. Die gaan heel erg hard. Ook bij de mannen wordt er langzamerhand aan de boom geschud. En vallen ze er 1 voor 1 eigenlijk vanaf. Onder toedoen van Solomon Berihu in het groen-blauwe tenue. Een puikenprestatie van de 21-jarige Keniaanse. En waarbij de vrouw het parcoursrecord op 1 seconde na niet wordt gehaald, komt deze Berihu daar niet bij in de buurt. Niet dicht genoeg althans. Hij noteert een eindtijd van 45 minuten en 51 seconden. Het podium bij de vrouwen. Het podium bij de mannen. Ali is de beste Nederlander op de 4e plaats uiteindelijk. Butter wordt 13e.